Hoi, ik ben Floor en ik ga je iets vertellen over de opleiding personeelwetenschappen. Personeelwetenschappen is een interdisciplinaire opleiding. Dit betekent dat we arbeidsrelaties in organisaties bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Denk bijvoorbeeld aan psychologie, management, economie, sociologie en rechten. En deze thema's komen tot uiting in 4 verschillende leerlijnen. De eerste leerlijn is strategisch HRM. En deze leerlijn gaat dieper in op de belangrijkste HR-activiteiten en hoe deze op elkaar en op de organisatie afstemmen. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld met een groepje medestudenten een HR-advies geschreven voor een van de grootste bierbrouwerijen van Nederland. De tweede leerlijn, organisatiegedrag, heeft een meer psychologische invalshoek en gaat dieper in op het welzijn, het gedrag en de motivatie van werknemers. Daarnaast ga je binnen deze leerlijn aan de slag met het ontwikkelen van praktische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het coachen van een groepje eerstejaarsstudenten. Kennis van organisaties en algemene managementvaardigheden is ook essentieel en staat centraal in de derde leerlijn Organisatie en Maatschappij. Een van de vakken binnen deze leerlijn is bijvoorbeeld Financial Project Management, waarin je niet alleen kijkt naar de mensenkant van projecten, maar ook naar de financiële kant. Om zulke projecten goed te kunnen evalueren, is het belangrijk dat je wetenschappelijk onderzoek leert uitvoeren. En dit staat centraal binnen de vierde leerlijn Beroeps- en Academische Vaardigheden, met vakken zoals methode, techniek en onderzoek. Daarnaast word je binnen deze leerlijn opgeleid tot een zogeheten credible activist. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van competenties zoals beïnvloeden, het formuleren en verdedigen van je eigen mening en het omgaan met weerstand. Want alleen als jij geloofwaardig en overtuigend kan overkomen, kun je het verschil maken met HR binnen een organisatie. Deze leerlijnen geven jou een brede en multidisciplinaire kennis van het HR-vakgebied en leiden je op tot een echte HR-professional.